We zijn in de molen, de Adriaan, met Spaarne. En hier zit ik de hele dag, van ja, 's ochtends tot 's avonds, om te schrijven aan een essay voor een bundel die ik maak. Dat heet A City of One's Own. En vanuit 5 verschillende locaties heb ik gewerkt aan een essay en dit is de laatste daarvan. Ja. Ik vind het heel leuk om te kijken naar, ik weet niet, om uit mijn eigen kamer te komen ook. Ik woon in een studio van 15 vierkante meter en het is gewoon heel moeilijk om daar, nou ja, elke keer weer inspiratie vandaan te halen. En gewoon ook een manier om je opnieuw tot zo'n stad te verhouden. En ik woon hier dus al mijn hele leven en ik wilde gewoon op een nieuwe manier gebruik maken van die plekken waar je dagelijks langs fietst. En ik studeer en ik werk voor mezelf altijd vanuit een café of vanuit mijn werk of aan de bar of nou ja, waar dan ook. Omdat ik woon, slaap, werk en eet in één kamer. En ik vind het gewoon zoveel prikkelender om, nou ja, gewoon de stad in te gaan en te kijken wat er allemaal is. En ik denk dat er zoveel ruimte is die gewoon niet benut wordt of waar meer mee gedaan kan worden. Molen de Adriaan is hier een goed voorbeeld van, volgens Anouk. Voor haar project heeft ze hier nu haar 5e en laatste schrijversresidentie. Hiervoor zat ze in het Tijlershuis, de bibliotheek, waar ze ook 's nachts verbleef, op het festival Parksessies en in de Sint-Bavo-kathedraal. Ik ben altijd op zoek naar bepaalde elementen die iets over, nou ja, ofwel het pand zelf zeggen, of bijvoorbeeld in de musea of in de bibliotheek ga ik dan aan de haal met bepaalde, nou ja, voorwerpen of met de boeken die daar liggen. Ik probeer het heel erg een tekst te laten zijn die in het nu ontstaat terwijl ik daar zit. Dus ik begin ook echt pas bij binnenkomst met een leeg woordbestand. En als ik de volgende dag, dus op dag 2, eruit moet of de openingstijden het pand sluiten, moet het ook echt af zijn. Dat is eigenlijk de enige regel. Opvallend is dat ze klaagt over haar eigen kleine woonruimte. Maar hier zit ze niet veel ruimer. Het is eigenlijk al 2 weken, of eigenlijk sinds ik begonnen ben met het project, heel slecht weer. Gelukkig was het tijdens tijdens het festival Parksessies droog. Ja, maar ik zou eigenlijk ook hier boven zitten, gewoon op de reling met een tafel. Met uitzicht op het Spaarne, maar het was gewoon te slecht weer. Dus nu zit ik een beetje provisorisch hier in een, volgens mij heet het een molenaarskamer, maar het is ook gewoon een rommelhok volgens mij. Toch had ze uit deze laatste ruimte ook inspiratie. Door bijvoorbeeld te staren naar de regendruppels die vallen in het Spaarne, te lopen door de molen kijkend in vitrines. En bovenop, dromend genieten van zachte druppels die op je hoofd vallen, terwijl je geniet van het uitzicht dat de stad Haarlem heet. Ja, met dat laatste verhaal in de bundel komt het ook wel goed. En op elke locatie is ook een illustrator verbonden die beeldend werk verzorgt. Dus die worden allemaal samen gebundeld en die gaan we zelf met de hand stikken. Wat dan weer een mooi klusje is voor een druilerige dag zoals vandaag.